De wagens die komen nu voor het eerst onze straat in. Even kijken, we zoomen even zachtjes in, zie ik. Ja hoor, daar is de fanfare. Alle muziek voorop. En ze komen hier zo achter ons langs rijden. Ik ben erg benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Wat jij, Aad? Ja, tuurlijk wel. We treffen het van twee kanten. Het is hartstikke koel. Dus de bloemen die worden minder snel overrijp. En het is hartstikke zonnig weer. En de storm van donderdag is weg. Ja. Want dat was wel heel erg. Het leek Sara wel. Ja. Was je een beetje in paniek? Dacht je, oh jee, hoe moet dat nou zaterdag gaan? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, je kneep hem wel even. Ja, nou, de muziek wordt echt steeds luider, zoals je kan horen. Gisteravond was het natuurlijk allemaal begonnen. Ik zag dat Jo Braakhekken ook aanwezig was. Hoe was dat? Ja, het was ontzettend leuk. Deze jaar is het thema is culinair, dus we moesten of een kok of iemand die met de keuken of met het culinaire hele fenomeen te maken heeft. Nou, hebben we Jo Braakhekken gevonden om het te openen. Nou ja, Jo Braakhekken en Telegraaf, dat is twee handen op één buik. En de eerste wagen was Telegraaf, dus dat was eigenlijk kat en bakkie. En er ging ook veel champagne doorheen, begrepen? Ja, we hadden twee flessen champagne. We hadden een kweker geregeld met een trekker en een hefmast. Ze kon hem hoog optillen. En Joop erin getild. We hadden een hekje om de kist gemaakt, dat hij er niet uit kon vallen. En een trapje aan de zijkant, dat hij er netjes in kon zitten. En toen heeft hij twee flessen champagne ontkurkt. En die over de Telegraafwagen uitgegoten, zeg maar, als start. En kun je de wagen van de Telegraaf, kan je die omschrijven? Hoe zag die eruit? Ja, het is een grote witte wagen met ontzettend veel hyacinten en steekwerk erop. Prachtig versierd. En het Telegraaf logo, dat was aan een lift, dat kwam erin en eruit de wagen, zeg maar, op en neer. Ja, dus er was ook veel show eigenlijk dat erbij kwam kijken. Ja, maar ja, de Telecorso is natuurlijk show. Bloemenshow. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Maar een lift dat op en neer gaat, heb je dat eerder gezien? Ja, het komt uit de carnavalwereld vandaan. Daar heb je allerhande bewegende carnavalwagens. Dus dit was geen carnavalwagen, maar wel hetzelfde ingericht. Ja. Nu hebben we het net al eventjes gehad over het verlichte corso. Dat eerst altijd in Noordwijk Hout was, toen naar Noordwijk is gegaan. Het is nu toch al wat meer daglicht eigenlijk, zo rond 19:30 s'avonds nog. Was dat niet storend? Nee. Nee, het is... Het grootste voordeel is dat het 2 uur eerder was dan andere jaren. En in deze tijd van het jaar koelt het s'avonds enorm af. Want de mensen staan toch wel een beetje om 21:30, 22:00 in het dorp een beetje te kou kleumen. En dit jaar was het in Noordwijk prachtig weer. Het zonnetje scheen, uitbundig. Dus het was eigenlijk een heel start feest geworden. Is het de andere jaren wel slechter weer geweest? Ja, het is altijd... Ja, we hebben wel eens ooit een jaar dat het stromende regen was de hele dag, maar... Ja, dat is alweer een paar jaar geleden. Ja. Gelukkig maar dat het nu al beter gaat. De muziek is inmiddels achter ons voorbij. Ze zijn al doorgelopen. Langzaamaan druppelt het wat meer binnen. Er staan nog niet zo heel veel mensen langs deze weg hier. Ik geloof dat dat wat meer verderop staat. En dat alle rotondes ook vast wel bezet zullen zijn door allerlei mensen die langs de kant willen kijken. Laten we even kijken. We hebben natuurlijk ook al prijswinnaars voor de mooiste wagen. De eerste prijs, Aad, dat is die van Apen Eten Bananen van Corso Groep KAVB Hillegom Haarlem. Heb jij die wagen gezien? Ja. Prachtig mooi. Het is heel terecht dat ze prijswinnaars zijn geworden. Ja, nou ja. Apen eten wel niet culinair, maar goed, het is op zich leuk gevonden, zeg maar. In het dorp werd een hele grap over gemaakt van hoe je nou hoe apen nou een banaan eten, of ze nou aan het kop of aan de kon beginnen. Maar goed, dat is maar een grapje terzijde. Ja. En de tweede plaats, dat is dan geworden High Tea van bloemententoonstelling Keukenhof. Is dat niet een beetje laag, de tweede plaats voor een keukenhof met allerlei bloemen? Ja, maar je kan niet altijd de eerste prijs winnen. Het is een ontzettend spannende wedstrijd wie er wint. Er is heel veel eer in gelegen en ja, dat gaat zo. Ik hoor nu dat de eerste praalwagen komt. Laten we daar eerst even naar kijken. En dan horen jullie straks wie de derde was geworden. Kijk eens aan, kop en schotel. Volgens mij zie ik twee eierdopjes met eieren erin. Ja,
Ja, leuk hè. Mooi blauw, rood, roze. Twee gele torsen volgezet. Dat is die van de Telegraaf, waar we het net over hadden. Klopt. Je kan zien dat het logo van de Telegraaf in de wagen verdwijnt. Het komt een paar meter verder komt het weer langzaam omhoog. Het is een broodrooster, zie je dat? Ja. Een sneetje brood. Ja, klopt. Ja. Het is een ontbijtje of zo. Lekker eitje erbij, glaasje jus, vers sinaasappeltje. Ja, gezond. De Telegraaf komt er alleen niet geroosterd en bruin uit. Dat was de eerste wagen. Er zit een vrij groot gat tussen. Laten we even verder praten over de derde prijs. Dat was een appeltje voor de dors van de Rabobank. Okay, ja, de Rabobank doet natuurlijk vaker mee. Ja. Zijn ze eerder in de prijs gevallen dat jij weet? Weet ik niet. Nee, weet ik niet precies. Prijzen weet ik niet. Wij kijken meer met een bollekwekers oog daarna welke soorten gebruikt zijn, welke kleuren. Of ze het goed gehouden hebben naar de reis uit Frankrijk, naar het bewaren. Want ze hebben nog een week in de koelcel gestaan. En nou, ik moet zeggen, ze zijn er eigenlijk boven verwachting uitgekomen. Het wit is een beetje moeilijk. Het wit is een beetje besmettelijk. Maar goed, de blauwe en de roze en de lila zijn in ieder geval prachtig geweest. Want hoe kijk je daar eigenlijk naar vanuit een bollekwekers oog? Ja, je zit altijd te kijken wat voor bloemen er in de bloemstukken gebruikt zijn. Ja, en wat voor soorten hyacinten er eigenlijk gebruikt zijn. Ja. De bloem is eigenlijk, vooral vroeger was eigenlijk alleen maar afval. Want ja, hoe eerder de bloem eraf is of verdroogd is, des te sneller gaat de bol groeien. En ja, dit is dit jaar helemaal van belang, omdat we zo'n ontzettend laat voorjaar hebben. Dus de tijd tussen zeg maar, dat ze bloeiden en dat de oogst is, ja, die is wel heel erg kort geworden. Vooral voor de vroegste hyacinten. Want ja, kerstmis is 25 december. En dat kan je niet verlaten omdat we zo'n laat voorjaar hebben. Dus het wordt van het jaar toch wel een beetje billen knijpen of het allemaal wel op zijn pootjes terechtkomt. Deze wagens zien er in elk geval erg mooi uit. Goed van kleur, als ik dat zo goed zie. Allerlei grapefruits en sinaasappels zie ik voorbij komen. Nou, de oranje doet het wel in elk geval goed. Heeft misschien iets met Koninginnedag te maken? Ja, tuurlijk wel. Proberen in te spelen op alles wat in de belangstelling is. En ja, de kroning van onze koning is natuurlijk een heel hot item. Zo gauw het corso weg hebt, dus dan gaat alle aandacht naar Koninginnedag en naar de kroning natuurlijk. Terecht. Merken jullie dat ook in de bloembollenkwekerij, dat er veel vraag is naar oranje? Nou, oranje tulpen, er is één populaire oranje tulp, prinses Irene. En die, ja, dat is een top. In alle bloemstukken die je ziet, waar oranje gebruikt wordt, daar zit prinses Irene. Ja. Nou, de wagens die komen nu steeds sneller voorbij. Ik zie veel eten en drinken. Aad, heeft dat iets met een thema te maken misschien? Ja, het thema is culinair. En dan in de breedste zin van de woorden, zie je net een grote fles rosé langsgaan. Ja, dat hoort allemaal bij eten en drinken, culinair. Nou, wel met dikke winterjassen aan zie ik, want het zonnetje schijnt, maar het is toch wel erg koud buiten nog, hè? Ja. Ja, we zien net de wagen langsgaan. Sinds de laatste jaren doen de campings langs de duinrand mee. En ja, die profiteren natuurlijk ook van al die bezoekers die naar de Bollestreek komen. Dus terecht als ze ook een wagen laten rijden. Langs de kant wordt het ook wat drukker. Er komen toch wat meer mensen even een kijkje nemen. Oh, kijk eens aan, daar komt een grote wagen aan. Fel roze. Het maakt ook aardig wat herrie als ik dat zo hier hoor. Ja. Oh, kijk eens aan. Maar dit heeft niks met culinair te maken, of kijk ik verkeerd? Imposante wagen. Mooi. Mooi groot. Ja. Oh, kijk. Ja. Mooie kostuums ook, helemaal aangekleed. Ja. Zeker, die zitten bij elkaar bourgondisch te eten, zeg maar. Heel veel versierde luxe wagens. De autobrons
ziet het ook als een uitstekend punt om voor hun merken aandacht te vragen. En ze zijn prachtig mooi versierd. Grote bloemstukken erop. Lijkt ook wel hoe hoger, hoe beter. Ja, nou ja, je moet, als de mensen rijen dik langs de weg staan, ja, dan moet je er toch wel een beetje bovenuit steken. Maar goed, hoe imposanter, hoe mooier, je moet toch aandacht trekken. En ja, daar is het Corso een uitstekend middel voor. Kijk, we hebben weer iets bewegends in beeld. De wagen van Omroep Max. Luxe wagen, zeg maar, prachtig mooi. Yo, heel interessant gemaakt. Ja, hun thema is heel Holland bakt, hè? Ook een televisieprogramma. Ze hebben een grote, aan de achterkant een grote cake, een deegroller. En daar in het rond, oh kijk, logo van Max. Ja, ja. Dat is mooi, mooi dat door het zonnetje beschenen. Een deegrol en een bak. En een lekkere appeltaart volgens mij. Ja, absoluut. Het is te gek om te zeggen dat reclame voor appeltaart is, maar goed. Het is reclame voor de Jacinthe en de hele bollenwereld, maar goed. Ieder vis op zijn getij, zeggen ze. Dus ja, is dit aandacht voor de bakkers. En voor Max. Ja, mooi. Ik weet niet of dat gaat met de camera. Oh, super. Kijk, de majorettes komen nu ook voorbij. Mooie blauwe kleuren. Maar eerst weer een volgende wagen. Weer veel roze, veel oranje. Weet jij welke wagen dit is, Aad? Dit is de wagen Terrasje Pikken van ondernemend Haarlem. De Haarlemmers die spelen enorm in op het Corso. Het staat er vanavond en morgen. Dus ja, die hebben er een heel bloemenfeest van gemaakt. Leuk hoor. Het is jarenlang een strijd geweest waar het Corso, zeg maar, de zondag opgesteld staat. Het is touwtrekken geweest tussen Noordwijk en Haarlem. En ja, de laatste keer heeft Haarlem Noordwijk overboden. Noordwijk was misschien een beetje te zuinig, maar goed. En Haarlem speelt er goed op in. Heel veel toeristen lopen morgen door Haarlem. Het is echt een bloemenfeestdag geworden. Prachtig, zonnetje erop. Mooi hè, want is zo'n Corso toch veel mooier eigenlijk als de zon ook schijnt. Weer zo'n luxe wagen met hoge versiering erop. Er zitten hier allerlei vissen. Klopt dat? Ja. Van Bloemenbadplaats van Noordwijk, Silt. Ja, ziet er mooi uit. Noordwijk is bekend om zijn visverwerking. We zitten hier vlak bij de visrokerij van Admiraal. Dus het is heel toepasselijk dat Noordwijk gerookte vis op zijn, als thema heeft.
Dit is de wagen van de firma Lene, bekende narcissenkwekers uit Sassenheim. Zijn onlangs verhuisd naar een groot nieuw pand aan de Loosterweg in Voorhout. Het lijkt erop dat één slinger niet helemaal goed hangt, of hoort dat zo? Nee, dat hoort erbij. Het is een hele lange slinger gemaakt van alleen narcissen en verschillende kleuren. En die is helemaal om de wagen heen gedrapeerd. Er zijn ook de narcissen verwerkt die Margriet vlak voordat ze dood ging nog gedoopt heeft. Dus het is een wagen met een bijzonder nog wel een beetje treurig tintje. Margriet was vroeger ontwerpster van het Corso. En die is van het najaar aan ALS overleden. Heel tragisch. Ja. De wagen van de Holland-Amerika-lijn. Die maakt reclame voor de cruises. Ja, ook kijk, een grote boot. Ja, een grote boot. Ja. Ook zij zitten lekker gezellig aan tafel in het zonnetje, maar wel met een dikke sjaal om. Kijk, daar hebben we de eerste tractor. Grote oranje versiering. En daarachter loopt een heel team. Ja, dit is wat Corso de laatste jaren doet. De schooiwagen. Proberen mensen te bewegen om toch nog wat muntjes in de collectebak te doen. Want ja, Corso is vooral door stijgende kosten zitten. Ik wil niet zeggen geldnood, maar heeft geld toch wel erg hard nodig. En sinds een paar jaar is de schooiwagen een fenomeen. De presentatie wordt even voor mij overgenomen. Hij heeft een mooie hoge hoed opgezet om er heel deftig uit te zien. Ja. Het is wel een heel feestelijke wagen dit. Vrolijke muziek, dansende mensen. Wat denk jij? Zullen ze het helemaal volhouden tot aan Haarlem? Tuurlijk wel. Misschien wisselen ze wel halverwege, maar goed. Ja, het houdt ze wel warm. Het lijkt wel een beetje op een kerk met van die collectezakjes. Maar ja. Koksmuts op. Ja. Bus van Beuk. Rijdt al jaren mee in het Corso. Prachtig mooi. Zitten de figuranten in. Halverwege moet wel wat gewisseld worden. De meisjes hebben het. En de jongens waarschijnlijk ook. Tonnen wel koud onderweg. Dus kan in de bus een beetje opwarmen. De koninklijke Beuk. Ja, prachtige wagen is dat. Mooi blauw. Goud. Oh, kijk eens aan. Mooie bloemen. Prachtig versierd. Mooie toeven erop. Ja. Komt weer een hele mooie grote wagen aan. Welke is dat, Aad? Het is de wagen met waar zoveel over gepraat is. Dat zijn speciale aardbeien, strawberry fields. Dus zouden we wel de rode aardbeienkleur kunnen krijgen op het Corso. Maar ze zijn helemaal gemaakt van rode tulpen. Nou, prachtig. En als het nou niet was gelukt, moesten ze dan overstappen naar frambozen? Ja, dat zou te gek zijn. Die zijn ook roze. Hedwig Dame voorop. Rijdt al jaren mee in het Corso. Zwaait iedereen als een koningendag. Is helemaal gek ervan om op het Corso, om de Corso-wagen mee rond te rijden. Prachtig geluk. Mooi, de hoofden van de Beatles. De mooie muziek erbij. Ja, ja, Strawberry Fields, een liedje van de Beatles. Forever. Flower Fields of Bulb Fields Forever. Dan moeten we maar een nieuw liedje maken. Ik zie daar een varkentje. Ja, dit is de wagen van de Rabobank Bollenstreek. Oh kijk, dat is het appeltje voor de dorst. Van de Rabobank. Zij zijn derde geworden. Ze hebben de derde prijs gewonnen. Nou, terechte plek lijkt me. Ja, spaarvarken van de Rabobank.
Ja, toch wel slim in deze economische tijden, lijkt me. Ja, ja, moet eenmaal in. Rabobank moet ook vechten voor zijn klantjes. Alleen valt niet mee om van de Rabobank wat over te houden. De rente is momenteel wel erg laag als je spaarcentjes bij de Rabobank zet. Maar ja, laten we maar niet te veel over economie praten. Het is nu een bloemenfeest. Laten we lekker naar de corso kijken. Ja. Sigaretje aan, huppakee. Reservetractor van Leon Kortekaas uit Noordwijk eruit. Loonwerker, prachtig versierd. Ja, er moeten toch wat wagens, wat tractoren mee rijden om te kijken als die elektrisch aangedreven, zeg maar, corso-wagens het begeven. Ja, die kunnen niet het corso ophouden. Dus er rijdt nog wel wat reservemateriaal mee. Nieuwe muziekkorps dat voorbij komt. Het is allemaal een hele vrolijke bedoeling. Wat vind jij tot nu toe hoe de wagens eruit zien? Ondanks het weer en de tijd dat het feit dat de bloemen in Frankrijk gekopt werden onder hele slechte omstandigheden. Het was er twee keer was het er door en door nat. We hebben liggen koppen, soms in stromende regen. Ja, dan moet je eruit. Want je kan niet in een regennat gewas, mag je geen hyacinten koppen. Dus weer uitgesteld. Want de laatste wagen is deze week pas uit Frankrijk gekomen om toch maar voldoende hyacinten te hebben. Maar het resultaat mag er zijn. Ja, absoluut. Een volgende wagen komt er weer aan. Ik zie het getal 50, 60. Noordwijk-Ruis doet dit van het jaar voor de 50ste jaar mee aan, 50ste keer mee aan het opsteken van het bloemencorso. Een grote cake, hele kleurige cake. Noordwijk-Ruis aan de zijkant helemaal met gele hyacinten ingelegd, 50 voorop. Na het bloemenconcert zondagmiddag hebben we in de schuur van de poel een klein feestje om dat 50ste keer opsteken bescheiden te vieren, zeg maar. Leuk. Een mooie prestatie, al 50 jaar meedoen. Corso zelf is al voor de 65ste keer, dus ja. We hopen dat het niet met pensioen gaat. Vast niet, want ja. Twee jaar toch? Ja, nee. Het schuift ieder jaar wel op, maar we hopen niet dat het zo hard gaat. Het corso blijft voorlopig wel bestaan, absoluut. Hier een mooie grote koe met een melkfles. Kijk, van de gemeente Teylingen. Ja, melk is wel niet culinair, maar tegenwoordig zijn alle melkproducten, alle yoghurtproducten worden min of bijna culinair gepresenteerd. Enorm veel verandering en innovatie in de hele melkwereld, dus het is terecht dat melk en wat er allemaal bij hoort als eten en drinken bijna culinair gepresenteerd wordt. Een grote melkfles erop. Grote kreeft, roze en paars. Ja, grote kreeft van Lisse, gemeente Lisse. Kreeft en allerhande visproducten, die zijn enorm populair. Kreeft is wel een heel chic eten. Ja, misschien is het wel Teylingen wel de chicste gemeente. Lisse. Oh. Ja, gemeente Lisse, ja. Ja, ja, Teylingen was van de melk. Dat is toch wel spannend geweest voor ze. Al die witte bloemen, die, hè, of ze het nou goed hielden of niet. Ja, zeker, zeker. Wit was het moeilijkste, want als wit en ietsje rijper wordt het gauw bruin. Blauw en roze zijn wat minder kwetsbaar, maar goed,
we hebben het allemaal gehaald. En gelukkig vanwege het koele weer kunnen ze het zeker uithouden tot begin volgende week. Kijk, er komen weer hele mooie wagens aan. Opnieuw oranje, hoe kan het ook anders? Banana Mania van Universal Pictures. Verschrikkelijke ikke, de film. Ja, ja, die maken ook reclame. Ja. Wat heeft het nou eigenlijk met culinair te maken? Valt toch een beetje buiten de boot, of niet? Weet ik niet. Jij moet het maar zeggen. Je bent van de jonge generatie. Nou ja, het is in elk geval leuk dat hij ertussen zit. Het zijn mooie kleuren, het ziet er echt heel mooi uit. Vooral het oranje, ik vind het erg mooi. Zon over de grote oranje. Ja. Komen wat meer mensen op straat. Ja, het wordt toch steeds drukker. Mensen nemen toch even een kijkje, hoe ziet het er allemaal uit. Ja, misschien hebben ze toch al gisteren... grote deel toch al op de boulevard gezien dat het hier even wat rustiger was vanmorgen. Ja, misschien zijn ze ook voor een gedeelte al in Noordwijk eruit geweest. Ja, inderdaad, bij het verlichten. Oh nee, pardon, dat was natuurlijk dit jaar in Noordwijk. Nee, het ziet er erg mooi uit. Ja, dit is de ikker. Ja. Ja, de apen. Kijk, dit is de eerste plaats. Prachtig mooi terecht. Heel veel moeilijk steekwerk. Heel veel korte en moeilijk in te vullen vlakken om te steken. Want waar heeft dat mee te maken? Wat maakt het zo moeilijk? Een bepaalde bochten, bepaalde vormen? Dit jaar hebben we een nieuwe ontwerpster voor het Corso. Margriet Verdam is overleden. En die hield er wel rekening mee, als je wat minder bloemen hebt, dan moet je niet te grote vlakken hebben. Die hele grote vlakken kosten zoveel bloemen. Ja, je kan het netjes opvullen met bloemstukken. En ja, dit is wel een hele gevarieerde met slingerachtige eentjes. Hele moeilijke wagen om te maken. Prachtig mooi. En de banaan waar we het eerder over hadden. Ja, natuurlijk. Bananen is misschien ook wel een beetje culinair. Met een grapje gemaakt gisteren, waarom of een aap, zeg maar... aan het begin of aan het eind van een banaan zit. Maar goed, ik vind het misschien ook spannend. Je was net niet in de buurt hoor. Opnieuw een muziekkorps. Die zullen ook wel weken van tevoren geoefend hebben voor deze dag. En de majorettes natuurlijk die erbij horen. Kijk eens aan, een open dak. Open wagen, lekker in je cabrio rondrijden. Met daarachter weer nieuwe wagens. Ook deze draait weer. Prachtig. Hij hier van Keukenhof. Het thema in Keukenhof is dit jaar Engeland. Ja, en HIT is een echt Engels fenomeen. Waar de mensen in Engeland 's middags rond een uur of half vier niet alleen thee drinken, maar speciaal Engels gebak eten. Het is niet zo uitbundig het gebak als wij in Nederland hebben met allerhande room en soezen. Heel Engels, high tea is een heel echt Engels fenomeen. Een droog broodje met een beetje jam ertussen. En natuurlijk het scheutje melk in de thee. Nee. Engels, de Engelsen drinken heel veel melk. Ja. Ze vinden het gek als wij van die kale thee drinken. Dan ze kijken. Ja, en de Keukenhof staat op de tweede plek, zijn zij geëindigd. Een mooie prestatie. Dat theekopje ook, hè? Dat is toch wel. Is dat nou ook moeilijk te steken? Jazeker, het randje, alles wat uitsteekt. Kijk, grote dichte vlakken zijn makkelijk te steken. Maar ja, het randje, dan moet je trosje voor trosje moet je erop prikken.
is wat wij noemen een echt monnikenwerk. Ze waren ook donderdagavond pas om, 's nachts om 3 uur pas klaar. Mijn zoon is wezen steken, 's avonds laat. En ja, die komt allerhande collega's tegen, een praatje maken. Maar die was om 3 uur thuis. Een nachtje doorgehaald. Ah, het resultaat mag er zijn. Het ziet er heel mooi uit. Kijk, ook die bloemen nog apart. Prachtig mooi. Dan zie je de teken op. De wagen van Brouwer. Het is niet alleen Beuker rijdt in het Corso mee, ook Brouwer. Een grote busmaatschappij uit Noordwijk. En Robert zag je dan ook zijn plekje in het Corso. En terecht. Volgende wagen, 2 zwanen voorop, zie ik dat goed? Ze hebben veel kleurgebruik hier. Fris en fruitig van Jail. Zeg maar, Azerbeidzjan doet ook mee in het Corso. Die vinden het Corso zo geweldig dat die zouden dat. Ik dacht dat het vorig jaar dat een gedeelte van de wagens ook naar Azerbeidzjan ging. Vroeger hoorden we er niks van, maar goed, het is zo ver weg, helemaal in de Caucasus. Groeien daar nou ook veel bollen en bloemen? Ik denk van geen één. Er gaan wel bollen uit de bollenstreek heen. De mensen proberen daar de handel en de bloemenwereld enthousiast te maken. En dat gaat, naar Rusland gaat het erg goed. En Azerbeidzjan, ja, dat is een olieland met zo onnoemelijk veel geld. En die willen het ook meedoen in de vaart der volkeren. Ja, die hebben laten nu een wagen rijden. Adriaan van Erk is een bouw. Een bouwmaatschappij die heel actief is in de Bollenstreek. Hele woonwijken tegelijk bouwt. Is nu bezig te bouwen in het voormalige pand van Berbé Transport in Hillegom. Groot pand met honderden woningen. Ja, die maakt ook reclame voor zijn toko. En opnieuw een bus, een mooie oranje bus. Mooie witte bloemen. Kijk, Soldaat van Oranje, de musical. Wederom een bus van Brouwer, die rijdt dagelijks de mensen naar Soldaat van Oranje in Valkenburg. Ongekend succesvol theaterstuk. En ik denk dat, zo zag je zo'n, ik denk dat ze doorgaan tot iedereen in Nederland het gezien heeft. 15 miljoen is wel erg veel, maar het begint wel op enorm succes te lijken. Proost van de Corsengroep De Zilk. Al jaren een geduchte, je kan niet zeggen tegenstander, maar mededinger naar de hoofdprijs van het Bollencorso. Ontzettende professionele. Daar zijn ook een club enthousiastelingen naar Frankrijk gereden. Die hebben daar zondag en maandagmorgen vroeg de Hyacinthe gekopt, zeg maar. We hebben bijna 2 nachtjes doorgereden, want ja, die moesten toch weer aan het werk in de Zilk. Wagen van Meeuwenhoort, van Janssen Overseas, een grote bolle exportbedrijf uit Noordwijk Rout. Die timmert de laatste jaren enorm aan de weg. Heeft van Meeuwenhoort de wagen helemaal beschilderd. Bij deze wagen hoort ook een aanhanger die door heel Europa de bollen van Janssen uitrijdt. Nog een wagen van Meeuwenhoort. Een grote kraanwagen met een trommelband achterop. Een DAF 85, een van de duurste vrachtwagens met een enorme zware kraan erachterom. En dan de tractoren
ATH uit van de Delleweg, die het Corso opbouwen en begeleiden. En al jaren zeg maar de hele technische uitwerking van het Corso doen. Sinds de jaren doen ze ook de verlichting erop. En dit jaar was het nog wel bijna een kink in de kabel, want de inspecteurs die naar het Corso kwamen kijken, bedachten in ene dat er spiegels op de Corso-wagens moesten zitten. En die zijn er vlak voordat het Corso opgebouwd gaat worden, hebben ze er nog spiegels op moeten bouwen. Weer een paar duizend of zoveel duizenden euro extra. Het Corso bestuur wordt gek van alle kosten die er dan op het laatste moment bij komen. Alle begeleiding, afzetting moet tegenwoordig door professionelen gedaan worden. Ja, God weet wat voor uurloon die allemaal rekenen. Nou Aad, tot zover eigenlijk alle prachtige wagens die hier langs zijn gereden. Wat vond je ervan? Prachtig mooi. Het is, we treffen het enorm met de zonnige dag. Je moet niet denken dat mensen uit Duitsland, Frankrijk, gisteren in Noordwijk sprak ik twee mensen aan. Wat vindt u hiervan? Ja, we kwamen uit Zweden. Ik zei, nou is het bij jullie al een beetje voor. Ja? Ze zegt, het is er nog veel kouder als in Holland. Ja, er werd uitgelegd dat het noorden van Zweden nog kouder wordt. Ja, maar dat wisten we natuurlijk al lang. Ja, alle wagens zijn nu voorbij. Ze rijden nu richting Teylingen, waar heel veel mensen denk ik langs de weg zullen staan. We hebben het al over de eerste, tweede en derde plek gehad. Hè? Die grote aap, high tea en het appeltje voor de dorst, terechte winnaars. Ja, absoluut. Nou ja, we hebben natuurlijk een deskundige jury en wie zijn wij om daar nog commentaar op te geven? Nee toch? Hoor. Goed. Aad, ik bedank je voor de komst. Heel leuk dat je hierbij wilde zijn. Tot zover Nens TV met de Bloemencorso 2013. De stoet gaat verder richting Teylingen. Heel erg bedankt voor het kijken en nog een prettige dag verder.